Vandaag ga ik jullie een heel tof effect leren. Namelijk hoe je jezelf kunt vermeerderen in beeld. Dat ga ik jullie laten zien in deze video. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers en op dit kanaal helpen wij jou bij het maken van betere video's. Wil je daar niks meer van missen, word dan even lid van dit kanaal door op de grote abonneerbutton te drukken onderaan de video. Hij zit daar, hè, volgens mij. Nou ja. En op onze website kun je ook bijvoorbeeld lid worden van onze nieuwsbrief die we maandelijks sturen. Nou, in deze video wil ik het hebben over het leuke effect dat je jezelf kan verdubbelen in beeld. Gietje en ik hebben dat al een aantal keer gebruikt in verschillende video's. Ik zal er even eentje laten zien ter voorbeeld. Vastgelopen. Met de videocoach komen wij naast je zitten om je te helpen met het script. Ja, maar ik probeer het te editen. Nou, ook daarbij kunnen we je helpen. Oké. En als ik nou dan wil dat mijn YouTube kanaal er beter uitziet, omdat ik daar nog niet tevreden over ben. En daar kan ik je dan weer bij helpen. Kortom, heb jij hulp nodig bij je videoproject? Met de videocoach kunnen we jou helpen. We hebben laatst ook al een video gemaakt over hoe je iets in beeld kunt laten verschijnen plotseling. Die zullen we eventjes hier linken. Maar deze is net iets anders. Hij werkt net iets anders. Die video die ik net eventjes heb laten zien. Daar hadden Grietje en ik van tevoren helemaal bedacht wat we allemaal gingen zeggen. Dus wat Grietje en Riske 1 gingen zeggen. Wat Riske 2 ging zeggen. En wat Grietje 2 ging zeggen. Dus je moet eigenlijk beginnen met een scriptje uitschrijven. Zodat je precies weet wat er gaat komen. Want dan, als je het gaat opnemen, dan ga je dus eerst jouw eerste versie opnemen. Dus we hadden Grietje en Riske versie 1. En die moesten wat zeggen. En vervolgens ging Riske 2 wat zeggen. En daar moesten Riske en Grietje 1 op reageren. Dus je moet je eigenlijk op het moment dat we dat gingen filmen, hebben we onze tekst gezegd. Vervolgens ons ingebeeld dat Riske 2 hier wat zei. En vervolgens weer doorgepraat. Gewoon alsof die daar zat. En vervolgens ons ingebeeld dat Grietje 2 iets zei. En daarop gereageerd. Oftewel, het schrijven van een goed scriptje van tevoren is heel belangrijk. Omdat je precies moet weten hoe lang je een pauze moet houden. En waar je ook op moet reageren. Want je moet natuurlijk wel reageren op de persoon die dan in beeld verschijnt. Laten we eens even kijken naar de originele opname van dat moment. Ja, er zat natuurlijk ook nog een stukje bij dat ik eerst hier in beeld ging zitten. En dan verschijn ik, ik scroll er even doorheen. Daarachter zie je hoe ik daar het script bij me heb? Waar ik nog even naar kijk. Oké, hier begint eigenlijk de scène met de vermeerdering. Ik ga hem gewoon eventjes een stukje afspelen. Ik moet wel reageren op mijn snuif. Oh, zie je? Het gaat hier meteen mis. Het is wel ingewikkeld. Jij bent de volgende die weer wat zegt. Je moet eigenlijk, wat nu, nou, ik kwam daarna. Zie je hoe ingewikkeld? We zijn helemaal door. Even kijken. Hier zie ik dat we zijn begonnen met acteren. Oké. De scène begint natuurlijk eigenlijk op het moment dat Grietje nog met haar hoofd op tafel ligt. Gaan we daar even beginnen? Om je te helpen met het script. Ja, maar ik probeer het te editen. Oké. En als ik nou dan wil dat mijn YouTube kanaal er beter uitziet, omdat ik daar nog niet tevreden over ben. Kortom, heb jij hulp nodig bij je videoproject? Met de videocoach kunnen we jou helpen. Nu zag je dus dat we de hele scène hebben gespeeld, maar dan alleen maar met Grietje en Riske 1. Dus we hebben ons gewoon ingebeeld hoe die anderen daar zaten. Oké, hier komt het punt dat ik iets anders de andere rol gaan spelen. Grietje kan hier blijven zitten natuurlijk. Wat zelfs handig is, want daardoor weet ik precies waar ik in beeld moet gaan zitten. Ook daarbij kunnen we je helpen. Kijk, je ziet dat ik heb hier dus mijn tekst gedaan, wat een heel kort dingetje was, maar alleen maar ook daarbij kunnen we je helpen. En daarna gaan Grietje en ik hier dus nu samen kijken naar hoe de andere Grietje, de tweede Grietje die in beeld gaat komen, ook wat gaat zeggen. Dus de tweede Riske die ik hier nu speel, die blijft ook zitten omdat ik weet dat er daarna nog wat komt.
En blijf kijken. En dan hebben we natuurlijk nog een tweede grietje die ook gespeeld moet worden. Kijken. Zie je, dus dan ga ik nog weer zitten waar ik zat als Riske nummer 1. En dan komt Grietje met haar tweede tekst. En daar wil ik je dan weer bij helpen. Kom er maar ietsje dichterbij. Je ziet hier aan dit stukje dat we dus ook nog op de camera waarmee we dit opnamen, hadden we een schermpje neergezet. Waardoor wij vanaf hier konden we zien wat we aan het doen waren. Want ik zag dus daardoor in het beeld dat Grietje niet goed genoeg in beeld was. Nou, en zo heb je eigenlijk alle elementen waar dat stukje video uit moet bestaan. Nu wordt het dan tijd om ze achter elkaar te gaan zetten. Ik heb hier al een edit staan, maar ik ga die eventjes gewoon opnieuw maken, zodat jullie kunnen zien hoe ik dat doe. Wat trouwens nog wel belangrijk is, is dat je natuurlijk een camera hebt die op statief staat. Want je wil, net als bij dat andere effect wat ik laatst heb uitgelegd, ook hier niet dat je achtergrond verandert. Want je moet steeds shots met elkaar gaan combineren. Dus die moeten wel op elkaar passen, anders werkt het natuurlijk niet. Oké. Nou, deze scène begint dus ongeveer hier. Kijken, zoek ik even het goede stukje. Volgens mij is dit het begin. Ik werk nu trouwens in Premiere, maar dit is wel een effect wat je in heel veel videobewerkingsprogramma's gewoon kunt doen. Dan zal het misschien technisch er net iets anders uitzien, maar dat maakt niet uit. Het gaat me nu om dat je snapt hoe het idee werkt. Hier, dit is volgens mij de hele scène. Dus ik sleep hem op de tijdlijn. Nou, nu zie je natuurlijk dat wij altijd te groot filmen. 4K. Ik ga dat eventjes aanpassen. Het is ook omdat je de hele tijd de computer nu hoort, want daar is het super warm. Ja, je hoort enorm de computer blazen, hè? Ja, het is warm, hè? Ja. Sorry, hè, voor de herrie. Zo, en ik wil hem eigenlijk toch ook wel eventjes kleurbewerkt hebben, want het ziet er niet uit, hoor. Het ziet er niet uit. Zo, gelukkig heb ik dat al een keer gedaan. Hop. Oké. Okay. Nou, nu gebruik ik eigenlijk heel erg de waveform, die audiogolfjes die zeg maar onder de video zitten, omdat dat me heel goed laat zien waar de stukjes van de Riske 2 en de Grietje 2 komen. Omdat dat het punt is waar we even stoppen met praten. Kijk maar hier. Hier zie je dat we stil zijn en dan hier gaan we ook alle twee kijken. Dus hier komt Riske 2. Dus die moet ik dan eventjes zoeken. Ik heb dat een paar keer gedaan. Dit is volgens mij de laatste. Ik zoek goed het beginpunt. Ook daarbij kunnen we je helpen. Ik knip hem ook even weer af, dat ik... Nog niet het hele stuk plak ik er meteen in. Zo. Ik denk dat hij hier ergens... En dit is altijd gewoon een beetje uitproberen hoe die precies moet vallen. Even goed hier de audio zien. Oh, dit is wat te groot. Maar deze ook. Kijk, en hier zie je dat dit is de audio van Riske 2. Dus die moet precies goed vallen ten opzichte van Grietje en Riske 1. Oh. Ik ga hem alvast wat verschuiven. Oké. Ja, dus dit heuveltje is Grietje die zegt oké. Dus dat komt nadat ik hier wat gezegd heb. Oftewel, even kijken. Ook daarbij heb ik oké. Dat is te vroeg. Ja, dit is een timing dingetje. Dit is altijd gewoon een beetje schuiven, net zolang tot je denkt, nu zit hij lekker. Ook daarbij kunnen we je helpen. Oké. Nou, op zich is de reactie nu goed, maar nu ziet het er natuurlijk nog gek uit. Want nu schakelen we van dit over naar dit en we willen natuurlijk dat je dat tegelijk alle twee ziet. Dat betekent dat we een deel van het beeld moeten gaan wegknippen. Bij video werkt het altijd zo, dat is eigenlijk in alle videobewerkingsprogramma's, dat je... Je zet beeld boven en onder elkaar. We hebben hier, dit is de eerste beeldlaag, dit is de tweede beeldlaag. Alles wat bovenop staat, dat is hetgene wat je ziet. Dus om nu te zorgen dat we van de onderste videolaag ook het beeld zien, moet ik van de bovenste een stuk wegknippen of een gat maken eigenlijk. Ik ga dat doen
met de tool Opacity. En dit zal dus verschillend werken bij andere montageprogramma's. Maar er zitten in de meeste programma's wel opties om zoiets dergelijks te doen. Dat zul je even per programma moeten uitzoeken hoe dat daar moet. Wat ik ga doen hier is de opacity. Die staat op 100%. Hè, dus ik zie hem voor 100%. Op het moment dat je hem wegdraait, dus minder zet dan 100%, dan zul je zien, kijk, dan wordt hij doorzichtig. Maar ik ga alleen maar 100 of 0% van doorzichtigheid gebruiken. Bij de opacity functie heb ik een manier om een masker, zo heet dat dan, te maken. En dat kun je hier zelfs met een pennetje doen. Dus dat betekent dat ik hem een soort van kan tekenen. Zie, nou is mijn cursor een pen. Dus ik ga dit, ik tik hier gewoon en dan zet die punten van het masker. En ik wil dus dat alleen ik in beeld ben en deze grietje hier, die hoort er niet bij. En dit is altijd nog lastig, want soms wil die niet buiten het kader. Dus dan moet je eventjes het kader wat kleiner maken, zodat je ook daarbuiten dingen kunt doen. Zie je? Zo. Totdat die rond is en dan zie je dat er al meteen iets gebeurt. We gaan dit weer eventjes vol scherm maken. Zo. Nou, eigenlijk zie je dat ik er al bijna ben. Maar je ziet dat ik de grietje nummer 1 een beetje te veel heb afgesneden. Dus dit is dan, moet je zorgen dat het lijntje precies. En dit is ook de reden dat ik niet, want je hebt ook vaak een functie die heet crop. Waarmee je, inderdaad je beeld kleiner kunt maken. Maar dat kan meestal alleen in een soort van rechte lijnen. En ik wil inderdaad soms een beetje een, ja, bewegende lijn hebben, omdat ik precies om Grietje hierheen wil kunnen snijden. Volgens mij is dit eigenlijk wel goed. Klopt het gewoon? Oh, je ziet dat ik hier nog een beetje half uit mijn vakje ga. Nou heb ik soms ook moeite een beetje met dit masker maken, zoals je ziet. Want soms als je op een bepaalde manier klikt, dan gaat die het puntje niet verplaatsen, maar het een soort van veranderen. Beetje irritant. Kijk, hier zie je dat het niet helemaal goed gaat. Ach, annoying. Goed, het lukt me nu even niet om dit helemaal perfect te doen, maar je snapt het principe. Komt omdat ik even een te klein scherm heb, denk ik. Dit is gewoon een beetje een priegelwerkje soms, als je zo dicht op elkaar zit. Dus dan moet je dat even goed rustig de tijd voor nemen om dat goed te maskeren. Maar dit is het eigenlijk. Wat ik hierbij nog zou kunnen zeggen is dat op het moment dat je... Je moet hier dus eigenlijk het stuk pakken wat je wil zien. Maar stel dat je hem andersom hebt gemaskerd. Dat je dus juist hebt geselecteerd wat je wil weghalen. Dan kun je altijd nog inverted doen. En dan kijk, zie je, dan krijg je juist dat je het andere deel van het beeld ziet. Ja, maar eigenlijk is dit gewoon het principe. En dat doe je dan net zo vaak als nodig. Dus we gaan nu eventjes naar de edit die al klaar is. Je ziet hier dat ik... dit is dus het beeld van Riske 2. Die ik inderdaad... Kijk eens, ik heb het toen met crop gedaan. Maar wel met een masker. Ja, zie je hoe ik hem hier heb gemaakt? Dit is mijn oorspronkelijke edit. Dit blokje is dus grietje nummer 2. Die heb ik dus ook, kijk, met een crop functie en een masker heb ik dat gemaakt. We kijken even naar het masker. En kijk, dit is interessant. Ik weet niet of jullie dat net was opgevallen tijdens het kijken van de video. Dat opeens hier zo de papiertjes gewoon half uit beeld verdwijnen. Oké, dit is echt heel slordig geëdit. En ik had het gewoon nog niet gezien eerder dan vandaag. Ik ook niet. Nee, weet je? Nee. Jij bent degene die altijd de video's checkt. Hoezo heb je dit niet gezien? Ja, blame me for it. Maar ja. Ik ben wel benieuwd of mensen thuis het gezien hebben. Ja, want ik heb nog nooit iemand hierover gehoord. Anyway, we gaan het dus nu ook gewoon lekker laten. Eigenlijk is het ook wel goed om te zien dat dus blijkbaar niemand dit soort dingen opvalt. Want je bent niet aan het kijken naar de papiertjes op de tafel, maar naar de mensen achter de tafel. Maar dat het ons in elk geval niet opviel. Ja. Laat het even weten in de comments of je het had gezien of niet. Laat even weten of je het had gezien of niet. En wel eerlijk zijn, hè? Daarover niet doen alsof je... Nou ja. Wat ik nu nog om dit sterker te maken, dit soort effecten.
Dat hadden we ook in dat andere effect nog toegevoegd, is het toevoegen van plopjes. Kijken, ik heb hier plopjes. Eventjes eentje, nou, is al eentje geselecteerd. Dus die plak ik er dan zo onder. Zo, je ziet het haast niet. Ik ga eventjes hier nu inzoomen. Kijk. Het plopje staat nog wat hard. Ook daarbij kunnen we je helpen. Nou kom ik natuurlijk niet heel erg in beeld ploppen. Ik kom echt aanlopen. Dus eigenlijk moet daar misschien geen plopje bij. Maar misschien wel dan bij de tweede gietje. Want die plopt echt in beeld. Oh. Verplaats hem daar naartoe. Even kijken. En daar kan ik je dan weer bij helpen. Eigenlijk vaak merk ik dat doordat je een plopje hoort, zie je dat er in beeld ook dus iets gebeurt. Dus dat soort dingen helpen zeker. Oké, en als laatste hadden we nog over Grietje die verscheen. Niet alleen een plopje, maar ook een soort witte vlekachtig iets. Waardoor het leek alsof inderdaad een soort magische verschijning was. Wat een soort van licht geeft of zo. Ik weet niet precies wat de gedachte erachter is. Maar het werkt wel, want daardoor verschijnt er op een mooie manier iets. Ik ga dat nog eens even proberen na te maken. Ik heb hier, dit is het blokje waar Grietje verschijnt. Ik ben even goed ingezoomd. En ik heb er nu een wit dingetje boven gezet. Maar zoals je ziet in beeld is dat een heel wit scherm. Dus dat is te veel. Dus nu ga ik ook dat ding gewoon een masker op doen. Zo, zie je? Nu heb ik een wit rondje. Die gaan we op Grietje doen. Ja, Grietje. Ik hoop dat je dat oké vindt. Wat naar de witte rondjes van mij, hè? En die gaan we iets ander vormpje geven. Een beetje ter grootte van Grietje ongeveer. Zo. En ik vind de rand nog een beetje scherp. Die moet heel erg onscherp zijn. Dat is feather. Dat maakt een rand minder scherp. Dus die gaan we gewoon eens even heel hoog zetten. Zie je wat er gebeurt? De rand wordt helemaal zacht. Prachtig eigenlijk. En dit witte vlekje, dat moet eigenlijk net zo kort zijn als het plopje. Zodat je hem haast niet ziet. En we zouden hem zelfs ook nog, dat hij op het moment dat hij er is, dat hij ook niet eens 100% zichtbaar is. Dus dan gaan we eventjes het masker hier dicht klikken. En de opacity een beetje omlaag doen. Zo bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je er dan nu naar kijkt. Hij speelt het niet super goed af omdat hij het er zwaar mee heeft. En daar. Je ziet er eigenlijk echt helemaal niks van als ik het zo afspeel. Omdat die computer gewoon nu eventjes het niet redt om dit af te spelen. Dus ik laat je nog één keer eventjes zien hoe het effect eruit zag in de gemonteerde versie. Zie je? Je ziet een soort wit vlekje. En dat is op deze manier dat ik dat gemaakt heb. Nou, tot zover eigenlijk. Dit is het hele effect. Waar het dus op neerkomt is dat je het goed opneemt ten eerste. Doordat je een goed script hebt. En je moet het precies goed doen. Zodat het helemaal goed uitkomt. Want ik moet zeggen, we hebben het toevallig ook. Hebben we die opname echt. We hadden scherpe timing. Waardoor ik in de montage eigenlijk heel makkelijk die stukjes bij elkaar kon plakken. Want we hebben ook een andere een keertje gedaan. En ik herinner me dat die timing net niet helemaal lekker was. Want ja, dat is gewoon moeilijk om heel goed te doen. En wat je dan moet doen is kijken of je kleine stukjes kan vertragen of versnellen. Waardoor dingen wel passen binnen de pauzes die je hebt laten vallen. Dus deze is iets ingewikkelder dan het leuke effect dat ik je vorige keer liet zien. Maar zeker heel erg leuk. Dus ga er gewoon goed mee oefenen. En dan kijken wat je ermee kunt bereiken. Dus als je nou een keer zo'n video hebt gemaakt, stuur het vooral eventjes naar ons. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jullie ervan hebben gemaakt. Of als je er nog vragen over hebt, stel ze vooral eventjes onder de video. En dan gaan wij ons best doen om jullie verder te helpen.